De bouwagenda is belangrijk omdat dat na de regieraad eindelijk weer eens een initiatief is van zowel beleidsmakers als grote opdrachtgevers, als marktpartijen, als kennisinstellingen. En deze vier tezamen gaan een agenda neerzetten die echt toekomstbepalend zal zijn. Ik ben naar voren geschoven om met name naar de infrastructuur te kijken. Maar we kijken bijvoorbeeld daarin ook naar aardbevingsbestendig bouwen in Groningen. Want er ligt een grote nood hoe dat moet gebeuren en hoe snel dat moet gebeuren. En we kijken natuurlijk naar onze vervangingsopgave in de infrastructuur in Nederland. Onze dijken, onze wegen, onze bruggen, onze sluizen. Iedereen weet het, die liggen hier al heel lang. En die moeten de komende 50 jaar weer toekomstbestendig worden gemaakt voor de komende 100 jaar. Wat ik vind dat er per se in de bouwagenda moet staan, en als ik dan kijk ik een beetje naar mijn eigen terrein, dat is dat de vervangingsopgave in de infrastructuur in Nederland, die ligt er al een jaar of 50 en die moet de komende 50 tot 100 jaar weer meegaan. Die moet toekomstbestendig zijn voor de nieuwe functies die er komen, moet er absoluut in staan. En een tweede punt wat heel belangrijk is, wij moeten de mensen in Groningen helpen om de technieken rond aardbevingsbestendige gebouwen concreet te maken, zodat in de komende 5 jaar daar die woningen echt kunnen worden aangepakt en de mensen weer veilig wonen. De eerste opgave is dat we heel goed weten wat er aan de infrastructuur ligt, hoe het erbij ligt en wat nieuwe functies voor de komende jaren zullen zijn. En dat weten we bij sommige disciplines wel, maar in grote Nederland met diverse overheidsopdrachtgevers, Rijk, provincie, gemeente, waterschap, nog niet precies. En de tweede is, we moeten zorgen dat zaken als een Merwedebrug die ons overvallen, dat dat niet meer gebeurt en dat we de komende 5 jaar dat soort knelpunten onderkennen en hebben aangepakt. Het nieuwe kabinet moet gelijk oppakken dat in Groningen duidelijkheid is over wie de schade betaalt en binnen welke kaders dat gaat gebeuren. Tweede is, de bewoners moeten er echt bij worden betrokken. En het derde is dat er concreet die eerste 22.000 huizen de komende jaren moeten worden aangepakt. En daar moet het kabinet aandacht en ook wat geld voor opzij leggen.